Voor een negerin ben je wel heel mooi. Van de week heb ik een man terecht gewezen, ja. Maar dat verloor ik. Ik heb vaker mensen terecht moeten wijzen, maar dat gaat dan bijvoorbeeld ook omdat dat ik hele grove opmerkingen te verwerken heb gekregen. Ik was zo verbijsterd dat hij was zo naar. Hij was zo verschrikkelijk naar dat ik erom moest huilen. Nou, Toen was ik wel een stuk jonger. En dat was ook wel echt een faux pas. Die man was heel veel ouder. Ik was 16. Die was in een machtspositie. Dat is één zwakke kant van de MeToo. Dat er redenen waren waarom vrouwen het niet durfden, niet wilden. En pas nu hun mond durven open te doen. Een man op een terras weigerde met me te praten omdat hij vond dat ik laag opgeleid was. Dat een man mij verlekkerd stond aan te kijken en van top tot teen opnam en zei: voor een negerin ben je wel heel mooi. Dat is natuurlijk echt afschuwelijk als je dat soort dingen hoort. Mijn grens is over voor ik zie waar die lag. Ik stond met mijn mond vol tanden. Ik stond echt met mijn mond vol tanden. Eigenlijk kan ik me niet herinneren dat ik dat niet heb gedaan als ik ergens echt geen zin in had. Heb ik het altijd gezegd. Ik hou iets naïefs in dat ik denk, wat denk jij nou? Weet je wel? Ik kan me niet eens voorstellen, omdat ik veel mannen ook leuk vind en heel vriendschappelijk ben met veel mannen, dat ik dan heel verbaasd ben eerder dan denk, jij zit nu bewust over mijn grenzen te gaan. Ik ben er een beetje te goed gelovig af en toe in, snap je? Soms kan ik heel adequaat reageren. Ik heb trouwens ook wel iets gezegd van, nou, wat je nu zegt, het kan echt niet door de beugel. En ik heb me eigenlijk omgedraaid, want ik dacht, het is Koningsdag en ik wil mijn feestje vieren. Maar je bevriest ook een beetje. Maar eigenlijk zou ik tegen iedereen de les willen meegeven. Laat het nooit zo ver komen. Als iemand je ongewenst en chanterend te lijf gaat, verzet je.